Er stond hier een prachtige opstelling waarin we slingertjes zien. En wat je daaraan leert op een hele mooie manier, is een grote natuurkundige wet. Dat het tempo waarin iets rondslingert, dat hangt af van de lengte van het touwtje waaraan de knikker hangt. Wij zeggen bij Nemo, het is een ontdekkingsreis tussen fantasie en werkelijkheid. Je moet via je fantasie de werkelijkheid leren verkennen. Ik vind een luchthaven is ook een soort ontmoetingsplek tussen fantasie en werkelijkheid. Je weet, je gaat naar Barcelona, maar hoe het zal gaan en wat je er gaat beleven, dat is toch weer spannend en nieuw. Dus ik denk dat de mensen die hier rondlopen, in ieder geval degenen die nog moeten vertrekken, dat die helemaal in de goede sfeer zitten om even hiermee met ons bezig te zijn. Schiphol staat voor techniek en innovatie. En om dat ook aan passagiers te laten zien, is natuurlijk geweldig. Al het moois wat Nederland te bieden heeft, of het nou cultuur is, wetenschap of economisch, het is hier te vinden op Schiphol. Nou, ik denk dat het belangrijk is dat we hier in Schiphol, waar mensen op reis gaan naar exotische bestemmingen, laten zien dat je ook met wetenschap kan onderzoeken, eigenlijk een reis kan maken. Je kan jezelf allerlei vragen stellen. Dat leidt uiteindelijk ook weer tot technologie. En dat leidt tot de hele wereld om ons heen, zeker hier in Schiphol, heel veel hoogwaardige technologie die het moderne leven mogelijk maakt.